Hallo allemaal, we zijn alweer bij de derde video aangekomen, geloof ik, uit deze reeks deze week. En het gaat dit keer over de Goonies. We hebben de Goonies gekregen van Warner Brothers Games. En ik heb er niet één gekregen, ik heb er zelfs twee gekregen. Dat betekent dus dat ik één van deze twee pakketten weg ga geven. En daarvoor moet je, dat weet ik nog niet, dat bedenk ik aan het einde van de video, bedenk ik wat je daarvoor moet doen. We gaan eerst even kijken wat hierin zit. Mijn oudste zoontje is weer bij me. Die gaat de set die we hier zien voor mij in elkaar zetten. We gaan even kijken. Ik ga kiezen denk ik dit keer. Ik wil namelijk, als het kan, zou je dan de boot voor me kunnen maken. En het, het organ. Oké. Okay. De organ. De, hoe noemen we zo'n ding? Orgel. Het orgel. Ja? Ik vind deze ook wel cool uitzien. De Fanged Fortune. Even kijken, wat is de Fanged Fortune? Dit is de Fanged Fortune. Dat is een kist met klauwen. Dat is op zich ook wel grappig. Maar ik vind het bootje, vind ik toch iets mooier. Ja, zou je die voor me willen maken? Ja. Oké, nou we gaan hem openmaken, de doos. Deze doos ga ik natuurlijk niet versturen, want dan krijgen jullie een opengeknipte lege doos. Maar we gaan die andere geven we weg. Ik heb nog meer dubbelen. Niet van deze set, maar van andere sets. En daar kan ik ook wel wat van weggeven. Het zijn misschien al sets die ik al gedaan heb, maar dat maakt niet uit. Even kijken, wat hebben we hier? Wij hebben hier het hoofd. Kun je dat zien? Ja, kijk. Hier is het hoofd van het Goonies monster. Dus die knippen we open. De Goonies is trouwens een... Oh, dit valt er allemaal uit. Het is een level pack. En waar is het een level van? Van een film van vroeger. Die van een groep kinderen die geld probeert te vinden, een schat probeert te vinden. Omdat er is iets wat ze moeten redden. En nou ja, er is een groep schurken die probeert dat tegen te gaan of probeert het ook te vinden. Ik weet het niet meer precies. Ik was best wel jong toen ik hem had gezien. Maar het is dus wel grappig om te zien dat ze hier een... level set van hebben gemaakt. Want dit pak kan ik me niet voorstellen dat het voor de kinderen bedoeld is. Het is misschien ook wel leuk voor de kinderen, maar ik denk dat het de ouders zijn die dit kennen. En dan denk ik van hey, de Goonies, die ken ik van vroeger. Dat was leuk, denken ze dan. En dan hoopt Warner Brothers waarschijnlijk dat het dan gekocht wordt. Dit lijkt mij echt zo een pak dat door ouders gekocht wordt. Voor de kinderen als omdat ze het van vroeger kenden, dachten ze, nou dat vind ik leuk, dat wil ik wel weer een keer zien of spelen. Ik ben ook benieuwd hoe de set eruit ziet, want dat is natuurlijk wel weer heel bijzonder. Dit is het Goonies poppetje, het grappige is hier te zien van de Goonies. Zo, hij schijnt een beetje hoor. Is dit mannetje is een beetje raar, maar volgens mij hadden wij gisteren Teen Titans Go. En in Teen Titans Go is er een aflevering met, nou niet met de Goonies, maar het is eigenlijk wel de Goonies. Ik weet niet meer precies hoe die gaat. Ik weet alleen dat Robin heel erg graag een avontuur wil hebben. En dat hij dan naar beneden de kerker ingaat. En dat er beneden een monster opgesloten zit. En dan gaan ze volgens mij de billenboogie moeten ze doen om lid te worden van het team of zoiets dergelijks. Nee, dan moet het monster, dan hebben ze uiteindelijk alles gedaan en... Dan hebben ze de schat niet. Maar dan gaan ze die kaarten kopen van de schat. En dan wil, Beast Boy dat het monster erbij gaat. En dan moet het monster eerst zijn billenboogie doen. Omdat hij er anders niet bij mag. Ja, maar dat is dus, er gebeurt van alles. Ze doen allemaal gekke dingen. Maar dit is, het is dus in ieder geval het monster uit Goonies. Hebben ze daar ook in nagemaakt. Dus dat vond ik heel erg grappig. Dit is het poppetje. Het is wel leuk. Hij heeft een Superman shirt aan. Wat ik dus eigenlijk, wat je nu kan doen, is je kan het Superman poppetje pakken. Dus het hoofdje van Superman met het haar van Superman, met de broek van Superman. En dan geef je hem zijn Superman shirt aan. Dan is Clark Kent in alle dagen gewoon zoals hij er gewoon bij loopt met een Superman outfit. Dus dat zou natuurlijk wel grappig zijn. En ik zet hem erop. En dan gaat mijn oudste zoontje, gaat nu voor mij de... voertuigen gaat hij bouwen en dan komen wij zo meteen terug. En het is klaar. Mijn zoontje heeft ze gebouwd. Nou, we gaan eerst nog even naar de sloth kijken, de slons. Dit is hem. Hier is hij.
Hij ziet er leuk uit. Ik vind het altijd wel grappig als ze dan dit soort speciale kapjes op hun hoofd hebben. Beast Boy had dat ook. Hij heeft zijn bretels uit de film. Hij is heel herkenbaar. Nou, Sloth, dankjewel. We gaan nu naar de boot kijken. Mijn zoontje vertelde me net dat hij de boot het moeilijkste vond van de twee, hè? Ja. Want het bestond uit? 31 stappen. Ja, het waren heel veel kleine stukjes, maar dan heb je ook wat. Hij ziet er wel echt heel erg mooi uit. Dus ik vind het niet erg dat ik deze heb gekozen, want hij die voor me heeft gemaakt. Hier zien we de loopplank. Zie je dat? Een loopplank voor als de mensen aan boord het verkeerd deden, dan konden ze daar vanaf. Of misschien als ze zin in een zwemfeestje hadden. Twee kanonnen. Heleboel zeilen erop. Het ziet er echt... Ik vind dit wel een van de leukere en mooiere mini-voertuigjes. Hij ziet er gewoon erg leuk uit. En dan hebben we natuurlijk het orgel. Het skelettenorgel. En nou ja, je ziet hem hier. Leuke details. Kleine dingetjes die hier konden bewegen. Een skelettenpoppetje. Het is... Nee, als je hem eraf zou halen, dan heeft hij geen beentjes of hele korte beentjes, zoals je ziet. Wat er ook erg leuk uitziet, zijn alle losse toetsen. Hoe was het om deze te maken? Leuk. Ja? Was het alleen leuk of was er nog iets meer dan alleen leuk? Dat was niet erg moeilijk. Alleen het, deze stuk vond ik wel vervelend. Omdat dat zwarte stuk hier zo ging in een soort van gaatje. Oh, die viel. En toen moest hij... En toen zat hij dus vast. En toen moest ik hem proberen uit te krijgen. Oh, ik gooi hem om. Ja, dat klopt. Dat vertelde je net. Nou, ik zet ze eventjes neer zoals op de voorkant van de doos. En nou, dit is de doos. Kijk. Die kan ik weg gaan geven. En daarvoor moet je gewoon even reageren in de comments. En de Lego Dimensions die... Nou ja, dus gewoon op deze video reageren. En ik denk dat we dan zondag of zo de uitslag doen. Van wie er gewonnen heeft. Dat lijkt me wel een mooie dag. Vandaag is het vrijdag als ik dit opneem. En dan kunnen we zondag... Kunnen we dan wel een winnaar trekken. Gewoon even in de comments reageren. Als je 20 comments achterlaat mee, waarin staat dat je mee wil doen. Dan doe je niet meer mee. Ja? Het is gewoon één comment. Waarin zegt dat het leuk is. Je mag zelfs nog een foto opsturen of zo van je Lego collectie. Maar dat is niet nodig. Het gaat gewoon even een reactie. En dan gaan wij gewoon deze weggeven. Ik heb nog wat andere sets die ik weg kan geven binnenkort. Maar met deze beginnen wij. De Goonies. One-Eyed Willy's Pirate Ship hebben wij hier. We hebben hier de Skeleton Organ. Het Skeleton Orgel. En de Sloth hebben we hier. Nou, ik zet deze weer even opzij, omdat dit een mooier eindplaatje is, want wij zijn aan het einde gekomen van de video. Dus het wordt tijd om dankjewel voor het kijken te zeggen. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn video kanaal. En bij Juf Jannie kan je ook natuurlijk terecht. Hier kan je op mij abonneren, daar kan je bij Juf Jannie abonneren. Daar is het kanaal van de Videodraak. Hij heeft de setjes in elkaar gezet. En daar is de playlist met Lego Dimensions. Dit was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Doei!